feel paralyzed. Van harte welkom, dames en heren, bij No Limits aflevering 5. Wij gaan vandaag weer 3 achtbanen bus rijden. We hebben een nieuwe thumbnail, dat is 1. Maar we gaan het daar niet over hebben. Wij gaan Devil's Den, Dive Coaster en Diving Limb Shuttle doen. We beginnen met Devil's Den. En het opstarten gaat nu eindelijk beëindigen. Het duurde echt heel lang. Ik ben benieuwd. Devil's Den, een houten achtbaan. En ik ben benieuwd. Houten achtbaan, Devil's Den. Het is een No Limits 2 coaster. De andere die we gehad hebben zijn denk ik allemaal No Limits 1 coasters. Maar dat maakt niet zoveel uit. Beetje weinig bomen vind ik. Lange trein al. Timberliner zie ik in het stoeltje staan. Dat komt ook oorspronkelijk van de Timberliner af. Deze karretjes. Klopt. Timberliner. Dat komt daar oorspronkelijk van af. Maar ik ben benieuwd. Ik ga de speedrijden. Ja, daar ben ik weinig zin. Het gaat eigenlijk over de wagen, maar niet op de snelheid. We zullen... Wow, shit. Wow, gaan we nu serieus bijna... Wow. Holy shit. Holy fucking shit, jongens. Ik wil er even kijken hoe snel ik het denk uit. Fuck, man. Holy... Ah, oh, bijna een shotgun voor gemaakt. Holy fucking shit. Wat? Dit is echt... Holy shit, jongens. Dit is snelheid. En iets te snel, denk ik zelf. Holy fuck. Dit gaat te snel voor mij. Ja. Dit gaat gewoon... Holy shit snel. We gingen. Een houten achtbaan. Ik denk... Niet... Nee, we gaan niet 100% recht naar beneden. Wel bijna recht, maar... Holy shit. Dit was echt... Kijk even naar de... We gaan even die drop zien, hè. Die drop, jongens? Die was echt... Wow, the fuck. Daar komt hij daaruit. Uit de... Ja. Het ging goed. Superbaan. Maar heel snel. En die was ook in één keer terug. Het stukje onder de grond, het is heel raar. Ik vind dat een heel rare achtbaan. Je begint en in één keer ben je onder de grond. Oké, rare achtbaan, maar dit was Devil's Den. De volgende achtbaan is de Dive Coaster. En foutmeldingen zijn niet uitsluiten bij No Limits. We gaan de Dive Coaster doen, dames en heren. Ik heb mijn settings een beetje lager gezet. Upgrading dus in. Het gaat al een beetje sneller zeggen. Het laden van het begin... De beginloading ging toch wel wat sneller, moet ik zeggen. En Dive Coaster. Ik ben benieuwd. Oké, dit doet even. Maar we zitten erin. Dive Coaster. Dive Coaster. Ik ben dus benieuwd naar Dive Coaster. En ik zie een rechte Volgens mij is het schrijf. Ik moet dadelijk even bekijken uit fly modus. Als het wel degelijk een rechte toetakeling is. Als ik even om me heen kijk, zie ik een heel klein station. Maar wel een heel erg leuke achtbaan. Ja. Een heel erg leuke achtbaan, moet ik zeggen. Het is nacht. Kunnen wij niet veranderen. En ik zie ook dat het hier op een lampjes van kleur veranderen. Valt me ook redelijk op. Nu zijn het gele lampjes, net waren de blauwe lampjes. En Dive Coaster zijn heel erg awesome. Ik heb nog nooit eigenlijk een Dive Coaster gedaan. Dat gaat veranderen als ik de Baron voor de eerste keer ga doen in de Efteling. Ik volg die making of. En dit is zoals ze daar zeggen, de stop before you drop. En dat is een heel erg apart gevoel. Dus je wordt even vastgehouden en daarna ga je naar onder. Ik zie hoe het licht tegen staat, maar het werkt niet, denk ik. En we gaan zo van. Dan hebben ze in de Efteling ook net hetzelfde ongeveer. Efteling heeft dat ook. De waarom, zo'n looping. Het is niet echt een looping, maar je draait de looping op en krijgt zo beschrijven. Excuus voor die lag, ik kan daar niks aan doen, maar ik heb mijn laptop aan. Sommige dingen zijn wel zwaar. Ik zeg van No Limits, sommige dingen zijn redelijk wel. Oh, dit is apart. We hebben nog een stop before you drop. Dat is de tweede. Dat is heel apart. Wow jongens, kijk daar, die baan loopt gewoon het water in ofzo. Wow.
Oh, wow. Wow, dat is een heel rare boost. Oké, we gaan niet het water in, maar we hebben wel heel wat water voor misleuren. Ik zie hier wel niks van die achtbaan. Holy shit. Maar we zijn aangekomen aan het station van Dive Coaster. Ik ga zelf even Flyview kijken. Nee, het is geen rechte toetakeling. Het is een heel schuine toetakeling, maar geen rechte. En toch wil ik nu eens even naar dat stukje baan kijken waar die zo in het water lopen brengen. Als die nu echt wel degelijk niet in dat water ligt, dat stuk baan. Ja, de baan ligt... Dit is een heel rare bocht. Maar op zich is het een leuke achtbaan. We gaan over naar de laatste achtbaan van deze aflevering. En dat is de Diving Limbs. En ik ben heel erg benieuwd wat ik moet verwachten van Diving Limbs Shuttle. Het is een... Oh. Wow, het is afschietcoaster. Daar ben ik sowieso een fan van. Wow. Wow, dit is echt... Oh, is dit zo'n achtbaan waar je terug naar achteruit... Ja! Ik ben terug achteruit. Oh jongens, dit is echt zo... Ik ga terug... Oh, zeg apart. Dus we gaan terug achteruit. Zeg raar, hè. Het is hier wel heel awesome coasters. Oh, dit is raar. Terug in de tunnel. We remmen af. We wachten even tot wij wel degelijk uit de tunnel zijn en terug in het station staan. Goed. Oké. Diving Limb Shuttle, heel kort. Kort zou men die denk gedaan hebben. Heel compact, maar leuk. Je wordt afgeschoten en dan ga je wat bochtjes maken. Oké, we gaan eens even buitenaf kijken hoe dat ziet. Voets, kijk, dit is... Zeg maar zo van King Daka. King Daka is alleen nog erger. Maar dit... Is ook wel een leuke, dit is een heel erg leuke achtbaan. Tje. Dus ik zeg een heel duidelijk tje. Achtbaan tje. Je ziet ook aan de zijkant. Zie je die stukken. Metaal, maar dat is zeg maar van de... Oh, je dacht dat je met control snel ging, maar je gaat met shift snel. Ik heb naar bezoekers walk modus. Ik kan met A. Dus wie dat niet weet, met E kan je eruit, maar met A kan je van fly naar walk view. Je ziet het ook hier. Kijk hoe realistisch nu limits is. Remschijven gaan open en dicht. Let op. En zijn dicht. En dat is rollercoaster niet. Maar dames en heren, dit waren de coasters van vandaag. Jullie kunnen kiezen uit Devil's Den, Dive Coaster of Diving Limb Shuttle. Limb Shuttle. En bij mij wint Dive Coaster. Dive Coaster is heel erg leuk. Bij mij wint Dive Coaster. Op de tweede plaats dan die Diving en Limb Shuttle. Bij mij op de derde plaats Devil's Den. Ik vind het een iets minder achtbaan. En volgende week gaan we verder met... Oh. Leuke achtbaantjes. Dat zijn Doppelooping, Dachshund, Fire en Dwervelwind. Ik weet niet wat ik van de Dwervelwind moet verwachten. Maar ik ben benieuwd. Jongens en meisjes. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van No Limits. Later.